camera. Loopt. En stel nou dat je een dag hebt dat je gewoon chagrijnig bent, door het weer of door iets anders. Ja. Nou, dan weet jij vast wel hoe je moet lachen. Als komiek. Ja, nou ik zit altijd een beetje vrolijke muziek. Ja, als je niet kan lachen, dan ligt er aan wat er gebeurd is. Als er echt iets triestigs gebeurt, dan kan je niet lachen. Ja, maar soms ben je gewoon chagrijnig. Als je gewoon chagrijnig bent, ja, dan moet wat je... Wat doe jij dan? Nou, ik zet dan meestal wel een leuke film op. Of ik ga iets lekkers halen, of lekker patat of zo. Of iets leuk buiten, of met de hond wandelen of zo. Of iets anders vrolijks doen, of kijk je ook wel eens naar je eigen programma dan? Nee, ik kijk niet naar mijn eigen programma, maar wel naar het programma's van anderen natuurlijk. Want er zijn heel veel grappenmakers op de televisie. Ik denk dat ik dan een leuke plaat of een leuke video ga kijken. Want ja, je moet je zinnen, zoals dat heet, moet je dan even verzetten. Ja, je hebt allemaal als een zagrijnige bij. En zeg ik, als die echt serieus is, ja, dan is er niks aan te doen. Moet je gewoon uit zagrijnen. Als je liefdesverdriet hebt, of als je ziek bent, of als je, ja, dan houdt het een keer op. Maar dan kun je ook nog proberen een beetje opgevrolijk te worden door anderen. En dan moet een ander dat doen. En dat is dan meestal dus of via de televisie of mensen om je heen moeten dat doen. Maar het is inderdaad leuk dat als je een vrolijke film opzet, dat het ook werkt. En je gaat lachen, ja, dan verdwijnt de chagrijnigheid. Ja, nou ja, dat zeg ik. Dan vergeet je even de narigheid waar je dan verdrietig of chagrijnig door bent. Ja, dat moet je even van je afzetten. Maar ja, dat zeg ik. Het is niet altijd makkelijk. Natuurlijk ligt er maar net dan in welke hoeveelheid die dat verdriet er is. Maar op de duur... achter de wolken zit de zonneschijn, dus op de duur moet je toch wel weer lachen, want ja, de vrolijkheid overheerst toch wel in het leven. Uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Ja. Ja.